Waarom zit er een puntje aan een zetpil? De zetpil, de suppositoire of kortweg de suppo, wordt al zeer lang gebruikt. Hij wordt vooral gebruikt bij kinderen, maar kan ook worden toegepast bij volwassenen. In de volksmond kennen we de suppositoire ook wel als de gatkaramel, de poepraket of de poepsnoep. De zetpil kan alle vormen aannemen, maar is meestal torpedo- of kogelvormig. Hij werd voor de eerste keer zo ontwikkeld in 1886 door William S. Welcome. En hij suggereerde om de zetpil eerst met de platte kant in te brengen. Op die manier wordt hij er niet uitgeduwd bij het samentrekken van de sluitspier. Zeer veel mensen plaatsen de zetpil met de puntige kant eerst. Waarschijnlijk omdat ze ervan uitgaan dat dit veel minder pijn doet vanwege de vorm. Maar ook omdat dit zo omschreven staat in veel bijsluiters. Er bestaat dus nog zeer veel onduidelijkheid of dat we nu de zetpil moeten plaatsen met de punt eerst of niet. Ook uit de wetenschappelijke literatuur komt geen eenduidig antwoord naar voren, omdat er nog geen uitgebreid en kwalitatief onderzoek naar is gebeurd. Ik denk dat we er geen te groot punt van mogen maken, zolang dat we rekening houden met to put the bullet in the right hole.